moment tussen twee kledingstukken in. Ja. Oh, we kunnen wel eventjes een vragenrondje doen. Ja, als er vragen zijn. Ja. Of dat we even gewoon iets omgooien kan ook. Als we opeens denken, we hebben nu zin in die geruite jurken. Ja, of als we heel veel vragen krijgen, dan komen we niet meer toe aan jouw spullen. Ja, nee, dat wel. Ik ga dit door. Voor mij is het allerleukste om over die vintage te praten. Dan denk ik, ja, hoe leuk dat we iemand hebben die ook heel veel weet. Dat is natuurlijk in mijn vlogs nooit het geval. Nee, precies. Ja, dus. Oké. Ja. 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 En ik denk dat we het ook niet hoeven te doen alsof je, als je iets denkt van, oh nee, dit doen we anders, doen we het anders. Ja. Dat kan ook gewoon. Ja. We zijn zover. Ik heb al begrepen dat er een aantal mensen kijken en ik hoop dat er nog veel meer mensen bij gaan komen. Leuk dat jullie deze livestream met ons gaan kijken en we hopen vooral heel veel interactie te hebben. Dus dat als jullie iets zien waar je vragen over hebt, vragen in het algemeen, over vintage, laat het ons weten. Ik ben hartstikke gespannen omdat live gewoon heel anders is dan wanneer ik video's edit en nog van alles eruit kan gooien als het te lang duurt. Als ik rare dingen zeg, dus dat kan nu niet, dus forgive me. En wij zijn hier met een heel team aan de slag. Onder andere Saskia. Zij werkt voor Thrifttail, maar heeft heel lang in de vintage fashion al daarvoor ook gewerkt. In een giga vintage shop. Ja. Dus jij weet heel veel van uit welke periode iets komt, hoe het is gemaakt, materiaal. En je hebt textiel gestudeerd. Ja, in Enschede. Ja, dus waar wij nu zijn, live vanuit Enschede. En wij voelen ons heel erg zo tv met deze desk. Maar... een beetje combinatie van RTL Boulevard en koffietijd. Ja. Maar we proberen het wel even gewoon luchtig te houden. Want het moet niet te veel op een presentatie gaan lijken. Maar wij gaan heel veel vintage die we vanmiddag hebben geselecteerd behandelen. Dus laten zien, erover vertellen. Die kleding die je ziet kan je ook kopen. Want er zijn hier dus nog veel meer mensen. Ik kwam hier vanmiddag binnen en toen dacht ik van, nou, ik heb nog nooit zo'n professionele setting gezien. We hebben 3 camera's. En op deze camera zie je dus een overzicht van de studio. We zitten hier met Frederik, die dus die camera's bestuurt. Daar helemaal voor zorgt dat het dus spannend beeld is. En dat we constant iets anders kunnen zien. Niek is hier, die zien jullie zo meteen ook. Die gaat ons helpen met jullie comments. Dus één keer in de zoveel kledingstukken gaan we even een blokje met vragen doen. Sanne is hier ook en die is als moderator aangewezen dat de sfeer in de chatroom helemaal goed blijft. En we hebben Lindsay die dus meehelpt met de comments en we hebben een model. Dus we hebben eigenlijk alles om dit tot een succes te maken. Ja, ik denk dat we maar gewoon moeten gaan beginnen. Ja. Dat wij ook even een beetje chill worden. En en alles kan tussendoor komen. Dus mocht je vragen hebben, let us know. Ja, vinden we leuk. Ja. En we proberen dit gewoon een hele spannende livestream te maken. Waar veel gebeurt, veel informatie. En oké, lang genoeg. Ik ga de eerste categorie pakken. Oh ja. Belangrijk, we zijn allemaal getest vanochtend, vanmiddag. Oh ja. Dus we kunnen op deze manier bij elkaar staan zonder mondkapjes. En dat geeft mij een heel goed gevoel, want ik ben daar heel zenuwachtig over altijd. Maar ik heb nu alle track jackets en windbreakers gepakt. En wat het leuke was, dat ik hier vanmiddag aankwam. En dit hebben jij en Niek allemaal ingekocht. Ja. Dus het is een hele lading verse vintage. En dan gaat allemaal echt vintage. Ja, echt oud. Allemaal oud, ja. En in hele goede staat, zag ik. Ja. Ja, waar hebben jullie dat gekocht? In Rotterdam. Oh ja. 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 Bij een nieuwe zaak. Ja. Ja, dus jullie hebben echt aangegeven van wil veel sportswear, veel zomerjurken in natuurlijk materiaal. En een beetje roosstijl. Ja. Dat is roos ook weer bij. Ja. Ja, en dan kom ik hier aan en dan mag ik dus er doorheen gaan om dus de absoluut beste items eruit te vissen. En dan vallen mij gewoon een paar dingen op, want ik draag heel veel jaren 80 sportswear. En nu ging ik in plaats van de keiharde colorblocks veel meer voor bijvoorbeeld dit item. Jaren 90 denk ik. Ja, denk ik wel begin. Begin jaren 90, ja. Nog eindje, het staartje van de jaren 80. En heeft zo'n all-over descent, wat ik een paar jaar geleden dan truttig had gevonden. En dat vind ik dan nu heel gaaf. Dus hier laten we nu een paar van die dingen zien, maar ook in de shop later
zie je veel van dit soort kleurstellingen en veel jaren 90 vibe dus, wat mij betreft. Ja, een beetje jaren 80. Ja, het is wel jaren 90. Ik zie mijn moeder een beetje. Ja, jij weet dit nog. Oh, fashion. Fashion. Dus all, ja, ja, in de en all over the sense. En zachtere kleurcombinaties. Dus niet al te schreeuwig. En unies. Dus eigenlijk zijn dat natuurlijk echt de pareltjes. Als je een trackjack uit die tijd. Oud, zag ik. Ja. Zag ik aan het labeltje dat die. Ja, dan moeten we ook jaren 80, gok ja. ik. Ja. Dat zie je aan het labeltje dat het gewoon niet zo strak is, maar nog een beetje. Ja. Ik weet niet zo goed hoe je dat moet omschrijven, maar het is wel echt een oud ding. Ja. Daarom juist heel vet. En nog helemaal mooi, zonder ja. vlekken. Ja. Ja, dus in de categorie track jacket zien we een paar dingen. Maar ook, wat ik leuk vind om te vertellen, is dat ik de laatste tijd dus heel veel met die eco-trend bezig ben. Dus eigenlijk heel veel eco-dingen mooi vind. Maar om dan dus sportkleding in eco-kleuren te vinden, is eigenlijk ook een hele nieuwe leuke richting. Waar ik me dan helemaal goed bij voel. Ja. Dus daarom heb ik deze ook geselecteerd. En misschien leuk om te laten zien wat Romy aan heeft. Want hier hebben we dus expres een combi gemaakt. Wat ik dus eigenlijk altijd doe. Dus mensen die mijn vlogs kijken weten dit. Tussen vrouwelijk jurkje, dressy hè, zelf. Het is een soort geweven katoen. En zo'n sportjas. Dus ja, wij vinden dit een te gekke combinatie. En we hebben dus in de collectie die we hebben geselecteerd heel veel zomerjurkjes en heel veel trackjackets. Dus die combi is heel goed te maken met de spullen die we hebben uitgezocht. Ja, nou, kan ik deze nog even goed laten zien. Hier, ja, echt een giga oversized anorak. Vind ik ook altijd heel leuk om wat mee te doen qua silhouet. Dit is beter meer jaren 70 50 voor mij. Dus echt heel oud, maar ook leuk qua kleur nu. Oké. Ook zo'n uni. Ik heb eigenlijk een vergelijkbaar item thuis die ik dan heel vaak ook met jurken combineer. Ja, en deze hadden we al laten zien. Ik zal het labeltje nog. Paris, hè? Ja. Ja. Dus al deze items zijn nu te koop. Ja, deze vind ik zelf heel mooi. Is peached nylon dus, of polyester. Dus het zit eigenlijk heel licht opgekamd. Waardoor het een klein beetje harig aanvoelt. Maar dus ook zachter. Dus niet zo plasticachtig. En dan maakt het bijna alsof het van katoen is. Dat vind ik een mooie combi met sportswear. Oké, dus deze gaan in de shop. Let's go. Eerste categorie. En ik heb net gehoord dat ik harder moet praten, dus ik ga mijn best doen. Oh. Maar ik wil het niet. Alsjeblieft, Niek. En to the next. Ja, we gaan door naar de volgende. Ja. Thanks. Thank you, model. Ik sla even deze track. Ja, anders heb je één. Over. Ja, doe ik even die broek. Ja, leuk. Ja, want het overvalt mij dan ook. Ik ben gewoon aan het spitten en opeens herhaalt iets zich. Ja. Oh, broekrokken. Maar dat kom je bijna nooit meer tegen. Dus nee. Ik vind het heel vet dat we daar zoveel van hebben. Het hing er. Ja. En dan ben je er opeens weer klaar voor van, oh ja, dat is gaaf. Ja. En dan kan je ook goed combineren. Ja. Want die descents van de jaren 90 vond ik echt heel moeilijk een tijdje geleden. En nu zie ik het toch wel helemaal van, oh ja, dit werkt wel met iets fris erbij. Ja, zeker weten. Ja, dus dit is een gewone... Ik vind deze kleuren heel mooi. Ja, maar lastig. Ik moest echt even zo van... Yeah. Ja. Is het nou cool? Moeilijk. Maar goed, in die serie hebben we dus een paar. Deze vind ik ook heel cool. Deze vind ik maar ook zo jaren 80 vibe. Met die kleuren zo somber. Maar dan wel een hele mooie print, vind ik. Waardoor die daardoor heel vet is. En een broekrok. Dat is gewoon vet. Ja, broekrok vind ik ook. Ja, dus ik ben heel erg fan van die. Ja, en deze is ook prachtig mooi. Ja. Ik zal ze zo eventjes bij de camera laten zien. Nog eentje in het zwart. Het zit van hier. Zijde? Ja, deze is zijde. Maar dit is een rok. Niet een broekrok. Ja. Nee. En dan deze is eigenlijk gewoon een lange rok. Ja. Maar ook heel hot, vind ik. Ja, zeker weten. Ik zal even in de meanwhile hier een beetje beter laten zien.
Moet ik ondertussen een nieuwe lading halen? Ja, misschien de ruitjesjurken. Ja, de ruitjesjurken. Kijk. Hawaii shirt, maar dan dus de bottom, dus de rok. Deze Descents hebben wij het over, jaren 90. Wat lastig was tot voor kort, maar nu dan opeens heel erg lekker is. Kijk, deze is wel makkelijk, vind ik. Zo makkelijk bij veel dingen leuk staan. Mooie wijde pijpen. Oké, dus deze jongens hangen nu ook in de shop. En, oh ja, dit is mijn favo look van alle modellen looks. Ik vind het gewoon heel gaaf, het jurkje is van katoen. Dus Niek en Saskia hebben echt veel natuurlijke materialen zomerjurkjes gescoord. Wat heel moeilijk is in vintage, hè? Ja. Dus polyester. Ja. En het is een beetje glow in the dark geel met fluo geel. Ja, ik vind deze heel cool. Heel blij Ik moet wel heel even tegen je zeggen dat ik net heb begrepen dat Sydney er is. Sydney is er ook. Oh, heeft ze zich gemeld? Ja, ze heeft zich net gemeld. Dan ben ik van mijn afroep komen. Ja. Ik weet dat ze ging kijken, maar... Oh, schattig. Hoi. Maar goed. Janke. Moeten we nog weer... Sorry dat ik door je heen ging. Nee, maakt niet uit. Ik vind dit gewoon prachtig voor elkaar. Dus dat hele sportieve met het hele girly. Ja, absoluut. Voor de zomer. En praktisch ook, hè? Dat je even zoiets overheen kan gooien. Ja, en de manier hoe jij dat dan altijd weer bij elkaar vindt, vind ik heel, heel leuk. Ja. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou jongens, we hebben de volgende categorie. Ook weer vanmiddag dat ik dacht, hey. Net als dat ik haatkleuren heb. Dat je gewoon iets heel lelijk vindt van kleur paars, bijvoorbeeld lavender, voor bruin. Dat hoorde ik je zeggen, gifgroen. Ja. Weet je, ik heb het nu nog steeds met fuchsia, dus ik ben benieuwd of dat verandert. Maar dat had ik dus ook met ruitjes, dat ik dacht, oh, dat vind ik echt gewoon helemaal niet modisch. En dan opeens is het zover. En dan vind je drie prachtige jurken. En dan hangen nog meer in het andere selectie die donderdag online gaat. Maar dan zie ik het helemaal voor me dat het opeens wel cool is. Ja, deze is heel mooi. Ja, heel zacht grijs. Ja. Met pastelgeel. Maar ook dat het opeens dan modisch is, hè? Mm-hmm. Zo'n ruitje. Dat, ja. En nou, ook deze jurken zijn ook allemaal katoen. Ja, wat kan ik over zeggen? Volgens mij zit dit gewoon heel lekker. Dit lijfje zijn. En perfect voor de 90s look. Ja. Het is ook 90's. Ja. Ja. We kwamen er sowieso in het algemeen achter dat ik was obsessief met de 80's, nog steeds wel. Maar nu groei ik ook weer naar die 90's. Ja. En daar hangt hier heel veel van. Ja. Ja, ik kan me niet goed herinneren, maar jij weet het van foto's. Ja, van foto's, want ik was nog baby. Ja. Maar het is tegenwoordig ook vintage. En, ja, zeker. Het is een hele grote comeback nu. Ja. En welke designer noemde jij dit ook alweer? Nou, Gunny heeft eigenlijk een beetje een ruitje zoals dit in deze soort kleuren. Ja. En dan in een soort jurkje à la dit. Ja. Dus daar ben ik door beïnvloed, denk ik, een tijdje geleden. Dat ik het daar begon te zien en dacht, eigenlijk is dat toch wel heel cool. En nu wil ik het dan opeens. Ja. Maar goed, ik zal deze nog even van dichtbij laten zien. Want wat ze ook alle drie hebben is structuur. Dus ja, dat er een soort relief in zit of zo. Ja. Zeerzakker. Heel cool. En deze is gesmokt. En deze is ook... Nou, die is gewoon gerinkeld, denk ik. Ja. Nou, ik zal het even van dichtbij laten zien. En oranje vind ik ook gewoon helemaal hot. Ja, je ziet, materiaal heeft structuur. Heel lekker luchtig. Deze... is het lijfje aangerimpeld met elastiek, dus gesmokt. En vanaf de taille is dat niet meer zo. Dus ja, voor een hele mooie fit, denk ik. Ja, bepaalde bodytype zal dit heel mooi staan. Ja. Niet bij mij, maar er zijn mensen die dit heel goed kunnen hebben. Ja, en deze denk ik toch ook gaaf gewoon recht, maar ook wel mooi met een kitscherige riem of zo eromheen. Ja. Dat je taille creëert. En deze heeft een hele gave lengte. Ja, dus deze gaan ook in de shop.
Nu, op dit moment. Ja. En dan gaan wij door, hè? Naar ja. Jouw favoriete categorie, de 70s. Ja. Is dat jouw favoriet? Ja, dat is mijn favoriet. Ja. Hoewel de 90s nu langzaam ook wel... of nee, de Zero's is bij mij meer, hè? Dat is mijn jeugd. Ja, nou, de ene hele heftige, agressieve top. Ja, die ja. Jij wel even, ja. Die we sowieso wel moeten laten zien in deze aflevering. 70's. Ja. Ja, daar hing ook een serietje van. Dus prachtig. Ja, wat kunnen we erover zeggen? Is heel erg 70's, ja, toch? Ja, zeker weten. En het materiaal altijd, hè? Heel polyester. En heel sober. Van kleur. Al ja. Is dit nog best wel een felle oranje. Ja. De meeste oranje, bruin, ja. Beige, ja. Donkergroen. Deze is heel mooi, want deze is van katoen. Ik vind deze prachtig. Ja. Ook de kleuren vind ik heel mooi en ook heel typisch 70's. Ja. Dus ben ik heel erg fan perfecte van. Perfecte staat, hè? Ja. En een mooi maatje. Want de meeste ja. dingen van de 70's zijn toch maatje XXS of XS. En deze past een M ook. Dus dat is echt top als je dat kan vinden. Ja. Deze trouwens ook past ook wel een M. Ja, is ook een M. En dit is mijn lievelings. Qua kleur. Ja, dat snap zo ik wel, ja. Depressief, ja. Zo. Maar dat is omdat ik dat heel lang niet aankon. En ja. Nu wil ik het dan. Ja. Maar deze heeft ook die puntvraag. Ja. Maar ik pas hier niet in, maar het is een heel mooi busje. Ja, zeker weten. Ja, dus een zijde is dit, denk je? Ja, nee, dat is denk ik wel polyester. Oh. Maar ja, dat moet je nou eenmaal. Als je ja. perceptisch houdt, dan moet je wel aan overgeven. Ja, om dat gewoon niet aan te storen. Want, hè? Ja. Ik ga dit nog even van dichtbij laten zien. Hier kun je zien die beklede knoopjes, wat heel typisch is. En natuurlijk dat model. En ja, die kleuren. Hè? Dus dit is mijn lievelings. Heel hysterisch dessin. Strepen met bloemen, met stippen, met lijnen. Ja. En deze katoenen. Die is heel mooi met zo'n grote puntkraag. Beetje proef bij de cuffs. Nou. Deze gaan ook in de shop. En Romy is er alweer in een hele leuke 90s look. Ja, Romy. Ja, dit rokje heeft jouw moeder dan waarschijnlijk ook gehad. Dat weet ik. Echt een grote. Ik heb echt maar één foto waar ik het over had met die jas. Ik weet het gewoon, ik kan het niet herinneren, op een van die onbewust, maar dan, ik zie die pastel. Yeah. Yeah. All over the sense, heel erg uit die tijd. En dan heb ik hem dus met een beetje fluo fris shirt gedaan om iets frisser te maken. En ja, ik vind die keuze van dat t-shirt is heel leuk, omdat het eigenlijk gewoon een soort merchandise t-shirt is. Waarschijnlijk... Ja. Is het bijzonder, maar juist daarom heel vet dat je een fashion maakt. Daar hou ik heel erg van. Ja. Ja, ik vind het ook gaaf. Wil je de achterkant nog laten zien? Ik heb mega art. Ja, hier. I love it. Biergarden. Ja, echt zo vet. Ja. Het is niet modisch bedoeld. Maar het is nee, maar nu is het dus heel cool. Ja, ja, zeker. Ja, heel erg leuk. Dankjewel. Oh ja, laat nog even goed zien. We zijn klaar voor de volgende categorie. Wat jou en mij allebei was opgevallen, dat er heel veel viscose, zwart-wit jurken uit de 90's. Uit de 90's. Maar omdat het zwart-wit is, vind ik het dus niet zo gedateerd. Is het nee, het is heel, dit zijn hele tijdloze jurken. Ja. Dit zou ook nu op de Kalverstraat kunnen hangen. En dat maakt het ook zo leuk. Ja. Ja, en dan zie je opeens... Dat is ook een kunst, om dat dan net uit te pikken. Ja. Gewoon de huidige mode, ja. Vind ik heel leuk. Maar zwart-wit is daardoor dat tijd wat je zegt. En deze is prachtig. Dit is wat mijn favoriet. Die heeft ook zo'n heel mooi toetoonpatroon. Grijs, zwart en dan is de basis off-white. En hele mooie, elegante... Oh, we hebben iets heel belangrijks. Niek. Ja, belangrijk. Niek is onze assistent vandaag. Ja. En jij komt af en toe even inbreken als iets leuks of iets te melden is of een vraag of een comment. Nou, kom maar door. Nou, als eerste, we hebben op dit moment 116 kijkers. Oh, jongens. Dat is denk ik wel een stuk meer dan we eigenlijk verwachten. Ja. Ja, gezellig. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja. Ja. En er komen ook vragen binnen. Ja. Een aantal mensen hadden een opmerking ook over het geluid. Ja. En? Want we hebben ons ingespannen om dat zo goed mogelijk te doen. Maar
Met microfoontjes. Ik ben niet altijd goed verstaanbaar. Iets dichter bij mijn gezicht toe. En bij Saskia hebben we inmiddels de audio vervangen. Oh. Zodat dat ook wat soepeler loopt. Ja, dus er zitten nog wat kindermuziekjes hier. Ja. Maar dat hoort bij live. En hoe horen jullie mij nu? Is het nu beter? Ja, ik zal. Is het duidelijker qua... Ja. Oh, ik krijg duimpjes. Het duurt ongeveer 20 seconden. Nadat wij hier wat gezegd hebben, is het ongeveer 20 seconden voordat de kijkers thuis het zien. Er zit een kleine vertraging in. Ja. Maar dat doet YouTube. Ja. Omdat we willen kunnen ingrijpen bij... Als het heel ongepast wordt. Ja. Klopt. Ja, nou dat is goed. Oké, we beginnen met Chantal. Ja. Die heeft namelijk een vraag. Chantal, leuk dat je een vraag hebt. Chantal die vraagt zich af hoe lang de broekrokken zijn. Oh. Ja, goeie vraag. 7/8 zeg ik. Maar dat weet ik niet hoe jij dat... Ja, ook natuurlijk ik ook wel hoor. Te maken met je eigen lengte. Ja. Maar misschien kunnen we een aantal broekrokken pakken. Ja. En Romy vragen om een broekrok aan te trekken. Goed zodat Chantal op beeld kan zien hoe de broekrokken vallen. Ja. 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 Goed idee. Maar ik denk dat ze ontworpen zijn op 7/8. Dus als je heel kort bent, weet je dan dat die lang valt en andersom. Maar we gaan ze even laten zien. Ja. Dan hebben we Tina. Ja, hoi Tina, welkom. En Tina die vraagt, waarom wordt vintage meer en meer hip? Ja, ik denk dat het met verschillende dingen te maken heeft. Dat, ja. Dat het natuurlijk steeds interessanter is om uniek gekleed te kunnen gaan. Omdat er heel veel massaproductie is. Dus dat je met vintage eigenlijk ontsnapt aan die massa. En dus je eigen stijl beter kan laten zien. Maar ik denk dat de bewustwording van duurzaam leven en duurzaam kleden ook echt steeds meer doordringt. En dat daarom mensen... veel meer nu naar vintage gaan dan dat ze voorheen zouden gaan. Ja, en ik denk ook wel dat de huidige mode veel nog meer wordt geïnspireerd op mode van vroeger. Dus ook dat in de Kalverstraat, waar we het net al over hadden, ook eigenlijk items te koop zijn die je bij een vintagehandelaar ook kan kopen. Dus dan, dat had ik vroeger al, dan ga je liever naar een echte vintage dan dat je het bij een Kalverstraatwinkel koopt. Dus dat denk ik ook wel, dat zie je veel meer. Dat er minder collecties inspireren op vintage. Ja, dus eigenlijk precies kopiëren dat. Kopiëren zijn vintage items en dan heb jij liever het echte vintage item. Ja, dat zei je vanmiddag en dat ben ik ook met je eens. Ik weet hoe dat werkt en dat is zo. Ja. Dus dan net nog iets meer quirky. Dan klopt er net iets meer. Je ziet dat niet, dat het te nieuw is gemaakt. Ja. En het is natuurlijk ook kwaliteit, hè? Ja. Ja, kwaliteit ook hele goede. Als je vintage koopt, kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat het nog 20 jaar mee kan. Terwijl huidige mode, niet alles natuurlijk, maar veel van de fast fashion gaat natuurlijk niet zo lang mee. En dat is ook wel echt voor mij een reden om naar de vintage te gaan. Ja. Een van onze groothandels in Italië, die krijgt grote designers uit Frankrijk, maar ook uit Italië zelf, op bezoek. En die komen vintage items huren. Ja. Hij krijgt de opdracht om, om ze te verzamelen. En hij verhuurt ze. En dan gaat ze uiteindelijk mocht gekopieerd worden door zo'n huis. En dan gaat ze daar heb je hele bedrijven in die dat doen. Ja. Ja, ik zou dat wel ook kunnen doen. Ja. Ja. Brand collectie. Ja. Ryan die vraagt, welke kleuren en textielmaterialen vinden jullie het beste te combineren met vintage kledingstukken? Ja, ik hou van een frisje. Dat doe ik al jaren. Dat ik, als ik een vintage item heb, wil ik daar fluo Adidas bij. Dat je dus dat vintage eraf haalt. Dus een crispy wit t-shirt bij een vintage Levi's. Dus dat je eigenlijk, ik maak altijd de combinatie tussen iets heel fris en nieuws en crispy. En dan gecombineerd met iets wat vintage is. Want als je 2 keer of 3 keer vintage draagt, dan word je wel zo'n vintage vrouwtje. Ja, maar dat ben ik dan wel. Want ik heb daar geen antwoord op. Nee. Ik draag het gewoon allemaal. Maar ik draag ook veel tweedehands. En tweedehands is natuurlijk ook vaak nieuw. Ja. Als in, dat hoeft heus niet oud te zijn. Dus misschien doe ik dat een beetje op die manier. Ja. Maar nee, eigenlijk ben ik wel zo'n vintage vrouwtje. Maar volgens mij over het algemeen kan je alles... Oh. Wauw, kan je alles wel... ik vind dat een moeilijke vraag. Dat ligt ook een beetje aan smaak en aan mode. Inderdaad, je stijl. Ja. Wel een leuke vraag. Ja. Er zijn een aantal mensen die
stellen ook vragen waar de vintage items te vinden zijn op de website. En die staan tussen de favorieten van Rosemarijn Kosten eigenlijk helemaal bovenaan. Ja. En er zijn een aantal, ik zag een aantal opmerkingen over de items die het model aan heeft. Ja. Dat die niet te vinden zijn op dit moment tussen de favorieten. En dat klopt. Wat model heeft hij net uitgetrokken en ik ga nu, ik ga nu even haar kleedkamer in. Ga ik even de codes noteren en dan zorg ik ervoor dat hij ook direct de shop in gaat. Ja, niet het is echt live en jij hebt echt veel te doen. Hoe ervaar je het tot nu toe? Ja, ik zie dus nu niet goed wat er gebeurt in de comments, maar ik ben blij dat jij even inhaakt en even een update geeft. En we zien daar soms een duimpje. Ja. Dus dat gaat al goed. Ja, het is gewoon heel leuk om veel te kunnen vertellen over vintage. Maar wij moeten nog even kijken of mensen het ook leuk vinden om te kijken. Vinden ze het leuk? Nou, ik denk dat ze het in ieder geval heel leuk vinden om te zien dat jullie zo enthousiast zijn. Oké. Waar jullie bezig zijn. Goed zo, fijn. Dat ze het fijn vinden om te horen wat jullie van deze items vinden. Ja. Mm-hmm. Ja, een stukje kennis. Ja. Nou ja, dan is er nog een oproep gewoon voor alle kijkers. Want heb je vragen? Wil je dingen weten over fashion? Of over de items die we zojuist hebben behandeld, stel ze en wij gaan ervoor zorgen dat ze zometeen nog even behandeld worden. Ja, we hebben weer een vragenblokje zometeen. Dus, dames, succes. Ja, dankjewel. Bedankt voor de comments, Niek. En ondertussen zag ik een prachtige jurk binnenkomen. Ja, dit is jouw favo. Dit is mijn favo. Ja. Vertel maar, wat is dit voor je? Ja, dit is, er zit geen labeltje in. En een label is natuurlijk heel belangrijk om erachter te komen uit welke tijd een jurk komt. Maar we gingen even goed kijken en aan de print te zien en het materiaal te zien. Het materiaal is katoen. En katoen is niet vaak oké, laat ik het zo zeggen. We denken dat het 70s is. En we twijfelden heel erg omdat het van katoen is. En katoen komt niet vaak voor in de 70s. Sorry, in de 70s. Dus daardoor twijfelde, maar door de print denken we dat hij toch bij de 70s komt. En daardoor is hij eigenlijk gewoon, ja, dat is heel vet. Dat kom je bijna niet tegen, dus ik vind hem prachtig. Ja, en dat asymmetrisch. Ja. En het komt omdat polyester werd uitgevonden in die periode. Dus dat iedereen helemaal wild werd van de nieuwe mogelijkheden die je had met polyester, die je niet had met katoen. En de nadelen waren nog niet helemaal duidelijk, dus alles was polyester, want je kon er heel strak op printen bijvoorbeeld en veel lichtere materialen gebruiken dan katoen. Ja. Wat wij nu mooi vinden, heel rijk, maar toen was het eigenlijk heel chic dat het heel licht en heel shiny was. Zeker. En heel goedkoop. En het verklaart ook waarom er in de jaren 60 en 70, begin jaren 70, allemaal van die felle prints komen. Want toen was dat helemaal, dat was zoveel mogelijkheden. Ja. Want daarvoor konden ze gewoon niet zoveel met kleur. En daarom is dit dus echt uniek. Want je komt niet vaak katoenen, jaren 70 jurk tegen. Vreemde eend voor de periode waarin die ontwikkeld is. Maar nu heel mooi. En hoe lang ben jij, Romy? 1,72. Voor degene die geïnteresseerd zijn in de lengte. Ja. Nou, heel, heel mooi. Dankjewel. En dan moeten we die misschien nog even van dichtbij laten zien. Ja, die zwart-wit serie nog even laten zien. Ja. Om de patronen mooi te kunnen laten zien. Allereerst deze. Kijk, die knopen verraden dus ook dat het 90's is. Want, of zeg jij, kan het ook ethisch zijn met gouden knopen? Nee, ja, ik doe het mij heel erg denken aan zo'n catwalk in de jaren 90, volgens mij Versace, maar ik kan nu echt heel verkeerd praten. Dat zijn echt die knopen, dus het is een beetje laat jaren 80, begin jaren 90. Dus ik zet hem altijd op jaren 90. Ja, dat denk ik ook. Vooral dat model van die jurk met zo'n dikke band, dat is best wel 90's. Ja, ja, dat vind ik ook. Ja. En deze vinden wij dus prachtig. Hij heeft dus drie kleuren in zijn print, dus de kleur van de stof, eigenlijk een off-white, dan lichtgrijs geprint en zwart. En daarom krijg je eigenlijk heel veel diepte, terwijl het gewoon een bloemetjesdessin is. Zo zou je het kunnen zien. Maar dit zwart-wit serietje gaat ook nu de shop in. Ik zal het even klaarleggen voor Niek. Oh! Ja! We hebben heel leuk nieuws, want we hebben hier een whiteboard. En daar gaat Willem bij ons dus updates geven die belangrijk zijn. En we hebben de eerste bestelling. Woehoe! Weet je wat het is? Oh. Nou, maar dankjewel. Heel leuk. Vinden. Leuk dat er iets is gekocht ook. Heel erg leuk. Wij gaan snel door.
Ja. We hebben een hele grote serie met jaren 90 shirts. En eigenlijk vallen die allemaal in de categorie moeilijke prints. Maar ja, dus nu helemaal zo ugly fashion uit Londen ook. Hè, dat het net niet goed gaat. Dead fashion. Ja, ja, ja. Maar ja, eigenlijk heel mooi. Ja, maar je hebt wel hele goede uitgezocht. Die, ja, kleurtje, die kleurencombinaties kloppen dan wel weer heel erg. Ja. Je hebt vaak met dit soort shirts dat het dan net die deprimerende... Ik vind de jaren 80 vaak... Ja, het is jaren 80 en jaren 90. Ja. Vind ik vaak gewoon een beetje... sombere kleuren. En jij pakt wel goed net de leuke eruit. Ja, ja, dat is perfect. Ja. Ja. Net dat ze het langzaam weer blijer worden, ja, allemaal. Ja, dat is wel weer vrolijker. Ja. En zijde. Dus dit, ja, shirt is, ja, echt heel erg mooi met een heel cool label. Ga ik ook heel even van dichtbij laten zien, want dat maakt dat shirt ook weer heel vrolijk. Ja, mooie Mother of Pearl knopen. Zullen wel echte zijn als het uit die tijd is. Ja, ik zou dit wel makkelijk bij een sportswear item, bij een sportshortje kunnen doen. Ja, zeker weten. Ja, zelfs. Het is ook weer zo'n 90's. Ja. Deze ook. Ja. Ja. Heel grappig. Hele gekke. Dus een maan en een ballon en een hartje. Ja. En dan ook weer de, hoe noemde je dat nou? Die knoopjes? Bekledenknopen. Bekledenknopen. Dus met eigen stof bekleed. Ja, ja, heel erg leuk. Ja. En viscose. Ik kan dit wel herinneren dat ik één juf had op de basisschool die grappige shirts aan, ja, met rare descents, ja, als dit. Met maantjes, ballonnen en zo. Dat best wel kinderachtig. Want vlak krijgen we ook nog dat Mickey Mouse trend. Voor, ja, ja. Je denkt, hè? Doet iemand dat aan? Ja, dit is viscose, denk ik. Ja, dat staat er ook op. Oh, top. En hier, ja, hebben we een Hawaii shirt. Die hoort er niet helemaal in deze. Nee, groep. Deze ook niet. Nee. Zal ik die even skippen? Ja, die gaan even zo meteen. Die ook. Deze horen er wel in. Ga ik dit wel even opruimen, ja, voor. Deze horen zeker in die serie. Ja, we hebben hier toch alle shirts niet door elkaar gedaan. Maar we gaan ze even categoriseren. Dit is 90's. Deze hoort daar ook bij. Ja, die ook. Ja. Het gaat wel goed. Dunne voile. Oh ja, dit is verhaaltjes ook leuk, ja, om even te zien. Ja. Ja. Wat ook opviel, daar hadden wij het over, is dat ze hier dus die primaire kleuren gaan gebruiken. Dus dat is iets later in de 90's, ja, denk, ja, ik. Ja. Vanaf 95. Ja, laten we dat gewoon zeggen. We zeiden ook, het gaat op een gegeven moment over van het ene, ja, naar het andere tijdperk. Ja. Want we hadden het over deze ook discussie, want ik vind het heel erg jaren 80, maar jij vindt het ook alweer jaren 90. Nou, ik moet zeggen dat ik jou gelijk ga geven. Okay. Nu ik het zo zie, denk ik, nee, ook de, ja, hele shape is jaren, ja, 80. Maar dit patroon, ja, loopt ongeveer, ja, wel in het begin jaren 90 nog door. Wel heel mooi kwaliteit ook deze. Ja. En leuk met zo'n peplumpje. Ja, ja, absoluut. Ja, dus de primaire kleuren kwamen op een gegeven moment, dat zie je dan ook duidelijk in deze weer, steeds gekker werd. En hier heb je een soort setje dus. Ja. Heel leuk. Ja, ik ga deze... En veel hartjes zie ik. We hebben in deze collectie heel veel kleding met hartjes. Dat vind ik heel leuk. Ja. Ik ga deze even van dichtbij laten zien. Dus misschien voor de Summer of Love die eraan zit te komen. Ja, dit wordt een zomer. Ja, kijk, dit is qua silhouet gewoon heel uitgewerkt. Pofmouwen, kufjes hier. Nee, zeg ik dat goed? Nee, het is geen kuf. Hij wordt hier met plooitjes bij elkaar gehouden. Maar daardoor krijg je wel volume in die sleeve. En een soort peplumpje hier. De ver. Ja. Een heel gekleed dingetje. En dan is dit eigenlijk veel, ja, meer design, hè? Ja, dit is weer een beetje die designer waar ik het over had. Maar ik weet dus niet meer welke het is. Oh. Het kan ook wel weer Gucci zijn. Ik weet het niet meer. Ja. Maar als ik het ooit vind, dan ja, moeten we ermee. Ja, dan zeggen we dat. Dan ja, laten we het weten. Ja, misschien ook een beetje geïnspireerd door kunst uit die tijd. Ja. Piet Mondriaan. Ja. Karel Appel. Primaire kleuren. Ja. Dit... een hele serie met bloesjes, maar we hebben daar nog een paar. Ja, ik heb ze nu een beetje onderverdeeld. Dit zijn nog twee 70's. Ik ben heel erg fan van deze, want kijk naar die mouwen. Oh ja, heerlijk. Echt prachtig. Ongelooflijk lange kruis. Ja. En de print vind ik heel leuk. Dit. En deze vond ik ook heel grappig.
Maar je ziet dus foutjes in de print. Je ziet dat het huisje op een gegeven moment op zijn kop staat. En het boompje ook. Dat vind ik op zich ook alweer grappig. Ja. Dat dan toch niet helemaal goed is gegaan. Nee, maar denk je dat het niet goed is gegaan of dat het in het ontwerp zit? Dat weet ik dus niet. Nee, het gaat wel consequentie Het heeft wel iets, maar het is ook wel weer... In de jaren 70 waren het natuurlijk niet alleen maar groovy mensen die het droegen. Het waren ook gewoon oma's die... Ja. Hè? Ja, dus daarom vraag ik me af of dat de bedoeling is. Ja. Maar ik vind het wel heel grappig daardoor. Dat vind ik leuk. Dat ga ik eventjes van dichtbij laten zien. Deze lading gaat naar Niek. Nou, top. Ik weet niet of iedereen dat al heeft gehoord, maar Niek geeft mij net door dat alle producten die Romy het model tot nu toe heeft gedragen ook online staan. Kijk, hier heeft Saskia het over dat de zen dus wisselt op zijn kop, niet op zijn kop. Dit is een jersey shirt trouwens. Ja. Modaal en katoen, is wel heerlijk. En deze met die extreme punten. Ja, dit is ook... En die mouwen. Ja, oh. Die lange cuffs. Dit is mijn lievelingscamera. Ja, dit is echt hoe jij het altijd dat doet. Ik zie wat ik laat zien. En denk, oh ja, dit is leuk om te zien. Ja. Ja, dit. Die had ik er nog even, want die had je ook gepakt. Nou, deze twee jaren 80. Speciaal ook gepakt voor die camera. Omdat je hier dus echt ziet een beetje de Moschino-achtige met hele kitscherige bewerking. Dus dit is dan na jaren 80. Ja. 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 En gewoon, wat kan ik over zeggen? Oh, dit is ook een soort peach satijn, waarschijnlijk katoen satijn. Er is ook vaak verwarring over dat mensen denken dat satijn een materiaal is, maar het is een weving. Ja, daar weet jij alles van. Jij bent hier de textiel. Het is een binding, dat was het eerste wat ik leerde. Ja, dat kon ik dan heel stoer mee doen bij de H&M, zei de leraar. Dan moest ik hem maar eens een keer heel bij de hand over doen. Ja. Dus bij deze heb ik dat nu gedaan. Ja, dus tegen 116 mensen. Doordat er een diagonale lijnje zit, kan je een hele mooie glans krijgen, terwijl een platbinding dat niet heeft. En je kan dus een katoen satijn hebben. Heel veel satijnen zijn wel gemaakt van polyester, maar het hoeft niet. Ja, maar ik weet niet of dit... Ik denk dat dit wel polyester is ook, hoor. Ja, als het erin staat. Vanaf wanneer moesten ze het melden? Nee, viscose. Ja. Vanaf 1973, dat gok ik. Echt? Oh, dat weet jij. Nee, dat is een gokje, maar ik... Maar jij het staat wel eens in de labels van Dolce & Gabbana en zo. Dus ik denk dat het vanaf toen moest. Dat denk ik. Op een gegeven moment was het verplicht om het materiaal in het waslabel te zetten en daarvoor hoeft dat niet. Ja. Dus heel vaak moet je maar gokken wat het is, maar hier stond het wel in. Ja, en dit is jaren 90, denk ik. Nee, ook 80. Jaren 80, ook vanwege dit dingetje. Ja. Ja, en die grote bloemen ook. Want in de jaren 80 komt er een soort revival van de jaren 50 qua de sens en dat gebruiken ze heel erg grote bloemen. En dit is misschien wel een beetje fotobloemen, maar grote bloemen zijn wel heel kenmerkend voor de jaren 80. Nou, ik ga dit nog even van deze nog even van dichtbij laten zien. Ja, heel lekker dat dingetje hier. Extra volume. Voor de extra drama. Ja, nog meer drama. Ja. We hebben al schoudervullingen, hofmouwen. En nee, normale cuffs. Oké. Nou. Oh ja, dit kan er niet. Ik weet niet of je nu die wil doen, of die, of wil je even daarheen? Ja, dit is een Hawaii shirtje, wat we natuurlijk, wat hier helemaal niet thuis hoort, maar wat wel heel cute is. Ja. En in katoen. En eigenlijk een mannenmodel. Ja, maar die kan er bij. En dit is nog een overblijfseltje, wat bij de track jacket is. Ja. Maar met een all over the sand, dus. Ja. Ook vrij kitscherig met die. Ja, die is heel cool. Zie je ook niet veel meer. Nee. Als in zo'n goede staat ook. Nee, hè? Ja. Ja, en deze Hawaii. Ja, ik vind dit ook een beetje 70s qua kleur. Dat bruine met dat off-white. Ja. Okay. Maar ik vind het een hele elegante Hawaii shirt. Ja. Ja, omdat hij niet zo schreeuwerig is. Ik hou ook niet zo heel erg van multicolor. En dit is allemaal een beetje in één toon. Ja. Je moet naar Niek. Je moet op de website. Dan hebben we nog deze. Oh, dit is ook nog een blouseje, jaren 80.
Dat wist ik niet eens. Ik dacht dat het een jurk was. Ja, ook katoen. Satijn. Satijnbinding katoen. Viscose. Zo moeilijk. Waar is natuurlijk materiaal, ja. Wat heel veel mensen weten, van gecomposeerd katoendraad, wat tot een nieuw draad ja, is gemaakt. Ja, maar wel chemisch verwerkt, waardoor het uiteindelijk toch niet helemaal natuurlijk is. Dus ik vind het ook altijd lastig maar met viscose. Het draagt wel als een natuurlijk materiaal. Dus ja. Op de huid is het niet synthetisch. Ja. Maar het is geen duurzaam materiaal door die chemische behandeling. Maar het is in principe wel een natuurlijk materiaal. Ja, samengesteld. Ja. Wat kan je hier niet mooi aan vinden? Ja. Ik zal het even bij deze camera zien. Want er gebeurt heel veel. Het is opengewerkt met kant. En dan daaromheen nog heel mooi bewerkt met borduursel. Of is het opgestikt? Nee, het is alleen doorgestikt. Oh ja, er zit wel een extra laag stof overheen. Nou, hier kleine schoudervullingjes bij de pof. Heel cute wil ik zeggen, maar... cute. En hier zit elastiek. En hieronder zit ook elastiek. Dus als je dit draagt, wordt het een heel leuk poefy dingetje. Ja, erg leuk. Heel leuk. Leuk met sportswear ook weer, vind ik. Ja. Ja, omdat het zo tuttig is. Alright. En we hebben de eerste broekrok. Wat zei? Ja. Oh, de broek uit de comments. Leuk. Ja, wat je ziet, hè. 7/8. Ja. Heel veel... En Romy was 1,72. Ja, heel veel plooien. Hij is te ruim voor jou, maar we kunnen wel denk ik goed zien wat voor model we hier hebben. Heel veel bandplooien, waardoor dus heel veel volume, hele wijde pijpen, kan je helemaal uit laten lopen tot onder, waardoor het een rok lijkt. Ja, mag ik de achterkant zien? Ja, hier zit elastiek, dus het draagt heel lekker. Hier zit ook een hele mooie plooi. Ja, ik vind het een mooi ding. Ja, alright. Dankjewel. Ik moet naar Niek. Ja, naar Niek. Maar ik breng hem wel anders. Neem ik dit mee. Ja, ook goed. En we hebben deze ondertussen ook nog. Ja. Een jaren 80 Coast 50's jurk. Ja, 50's Nightingale dress. Ja, precies. Maar wordt niet door iedereen in deze. Nee, Niek die vindt het niks. Nee. Maar wij hebben wel redelijk kunnen overtuigen hoe leuk het wel kan zijn. Ja, en het is een beetje diner. En zuster. Diner en... Ja. Ja, ja, ja. En we hebben een hele bijzondere gast. Ik heb nog weer een aantal comments. Ja, voor Jan Roos van Rijn. Oh, deze zonnetje. Ja. Dat is van Brie D. Wat moet elke vrouw in haar kast hebben en met welke collectie is zo'n item te vergelijken? Ik heb zo'n fashionvraag. Gaat naar Roos van Rijn. Wat moet elke vrouw in haar kast hebben? De black dress, zegt ze toch? Ja, maar dat ga ik echt niet antwoorden. Want daar word ik echt heel verdrietig van. Nee, sowieso doe jij ook niet aan zwart. Of een Levi's of zo. Zo'n Levi's 501. Ook niet? Nee, ja, dat matcht niet. Iedereen moet een rode Adidas pant hebben. Want die kan dus met alles wat je aan niet-fashion hebt, wordt dat dus helemaal die clash. Dus sporty als bottom, waardoor je dus allemaal tuttige, mooie, vrouwelijke tops op kan doen. Ik denk dat dit echt een heel goed item is, wat ik ook heel veel van mensen hoor, wat ze hebben gevonden in vintage shops. Dus volgens mij zijn er veel mensen die dit graag dragen. En het zit heel lekker. En waarom dan specifiek rood? Ja, omdat dat gewoon alles altijd optrekt. Ja, ja. Dus zwart is dan heel moeilijk, want ik vind niet alles mooi bij zwart. Dus ja. Ik snap dat wel. Het is een eye-catcher. Ja, en daardoor, ik snap hem wel. Dan haal je de aandacht ook een beetje weg van als het even niet, hè? Ja, maar ook dit, dat je denkt, oh ja, dan wordt dat kitscherige goud, wordt dus heel sporty. Ja. Kun je dat laten zien aan de camera? Kijk, maar dit, ze vragen het ook aan mij, hè. Dus het is natuurlijk niet het meest commerciële antwoord wat ik hier kan geven. Want natuurlijk moet je een black dress hebben. Ik vind dit veel leuker. Nee, je hoeft je echt niet te hebben. Ik heb geen black dress. Nee, dus ik zeg in dit geval rode Adidas pen. Hij gaat zo de shop in, jongens. Precies. En Brie heeft waarschijnlijk nu een goede antwoord op de vraag. Gaan we door naar de volgende. Dat is Philomenia 2007. In hoeverre kunnen jullie ook voorzien in grote maten? 46 plus. Oh ja, nou dat is een goede vraag voor jou. Deze...
jurk is dat bijvoorbeeld. Maar dat is even een toeval, want dat moet je ook weer net helemaal in je smaak zijn. Maar wij hebben de laatste tijd best wel veel plus size. En ook in deze vintage collectie, want Roos is hier nu dus doorheen gegaan. Die zei ook van, hé, echt veel, veel plus size modellen. Grotere dus ik heb het idee dat wij wel daar goed in voorzien. Je kan erop selecteren, hè? Dus online gewoon de maat aanklikken. Natuurlijk is er minder in een 46 dan in een maat 38 of 40, wat volgens mij het meest voorkomt. Maar we proberen daar wel op in te kopen. Ja. Dat het voor iedereen wat wils is en niet alleen voor de M en de S'jes onder ons. Goed, ik zie ook dat Chantal Romero bijna dezelfde vraag heeft gesteld. Oh. Hebben jullie ook plus size vintage kleding? Ja. Eigenlijk is daar het antwoord al ja op. Ja. En vanaf wanneer komt de... Ik denk dat het volgende week allemaal erop staat. En dan hoop ik veel voor jullie te hebben. Maar ik moet afwachten of het de smaak is. Een vraag van Susie Q. Kun je ook in... Die ken ik van de comments. Ik ken haar niet, maar ik ken haar naam van comments. Hoi Susie, leuk dat je kijkt. Kun je ook in Enschede langskomen om te shoppen? Oh, nou, dat wil Niek heel graag. En daar zijn we ook zeker mee bezig. Maar nog niet. Nee, toch? Maar er komt wel een evenementje, toch? Evenementje. Het is geen winkel. Nee. Nee, helaas. Maar wel evenementje, dat is toch ook leuk? Ja. Want als je in Enschede woont... Zorg ervoor dat jij er ook bent. Ja, als je in Enschede woont, heb je binnenkort geluk. Ja, dat is wel, want er komt wel iets, maar niet dat ze hier nu lekker mag. Helaas niet. Nee. Want dat is wel de trigger die ik natuurlijk beter laat zien. Ja. Maar nee, online alleen. Oké, nee, duidelijke antwoorden. Dan heb ik nog een vraag van Bianca Lucas. Heeft die witte broek rok elastiek in de taille? Ja, heeft hij. Oh, hij is weg. Maar er zit achter sowieso een heel stuk breed elastiek. Maar we kunnen het zo nog even op beeld laten zien. Helemaal goed. Ja. Dat waren de comments. Leuk, dankjewel. Ja, dankjewel.
te werken. Ja? Met geluid. Kijk, deze pet is geweldig, omdat hij hysterisch groot is. Het lijkt wel bij dat het jaar 50 chillenwear was. Dus het is echt om niet te chillen. Champion, en je ziet aan stoppen van kringschade. Zwet gedoe is. Kufjes aan de onderkant. En dus om heel overdreven te zien. Dan deze heb ik niet bij jou, precies hetzelfde. Ja, zitten. Heel licht, trackpad en niet gevoeld. Dus ook al is het geen katoen, draag je wel lekker met zomer dat het niet op je huid zit. En hier gaan we weer door met mijn eco-obsessie. Dat ik het ruim met beige heb, wat ik heel leuk vind, ook met mijn Jesus Lights. Ja, dat gaat in de camera, dan ga je dus de hele eco-trend rondom. Dus eigenlijk sportwear, het is een eco-trend. Hoe is alles? Moet je gewoon lekker shoppen? Ja, de rest erbij. Ja, ik ben erbij. Ja, fijn om te doen. Dan hebben we even een leuk snackje. Oh yes. Wij zijn gewoon dolgelukkig geworden als we dat deze keer gewoon niet. Ik vraag het zelf niet. Maar ja, gewoon, dit is een agressief t-shirt. Ja, dit is echt hard en rood en zo gay en zo veel. Super Zero is helemaal mijn ding. Ja. Ja. En ja, ik zie ook in ieder geval niet een shitty t-shirt. Ja. Zijn ook een naast goed? Ja, zeker. Ja, ik ben net zo jolly. Gaan we van de beetje, ja, maar de verbinding is heel traag. Ik was die dagen twee uit, toen dacht ik, ja, wat is die industrie erop uit? Heb je dat gedaan? Ja, het de MacBook is 5%. Dat kan niet. Ja, is verreed energie dit. Met zo'n topje. Maar eigenlijk, wat ik hier dus graag vind, is dat alle verhouding een compleet zo. Ja, klopt niks van, maar je op het lichaam ziet. Ik wil graag in de shop. En vergelijkbaar met een nog een stukje. Zal die zelf niet? Nou ja, in ieder geval, deze twee kroptopjes gaan er ook in. Ik zorg hier nog even te laten zien. Leuk dat dit een beetje los zit. Hoe gaan we met het geluid, jongens? We gaan heel slecht. We gaan heel slecht. Maar wij zijn nu op dit moment werkbaar aan een oplossing. En ik hoop dat dat hem gaat helpen. En ik denk... We hebben dus gekozen om alles heel mooi profi aan te pakken met veel camera's. En goed geluid, zodat het niet te irritant om te lang naar ons te luisteren. Maar er gaat helaas dus iets technisch nu niet op, maar het wordt opgelost. En ik hoop dat jullie even blijven. Ga even een drankje halen. We gaan ondertussen door. En ik word straks vast ja, straks beter. Het probleem zit hem denk ik in de internetverbinding. Ja. Maar hij komt nu weer omhoog langzaam. Okay. Nou, de internetverbinding trekt het niet, whatever. Maar wij gaan door. Als wat je hebt gemist, kan je gewoon in de comment zitten. Ja. Hallo. Ja. Top, zien? Ja. Dit is een hele gekke rommelselectie. Wat kan je helpen? Doe maar eerst deze twee. Ik ben wel benieuwd wat je hierover vertelt. Nou ja, mijn eco dus. Ja. Dat met zo'n eco broek. Ja. Dat wordt natuurlijk heel mooi. Ik zie hier een hele tent. Ja. Nou, ik zie iets te pushen. Ja, deze dat ja. Nee, er zijn mensen die dit ook lekker vinden, denk ik. Al die bruiken bij elkaar. Ja. Ja, ik heb hier geen inspiratie voor. Zou jij hier als je niet ziet of je dit is die dochter. Dat kun je zien aan het silhouet. En aan de silhouet. En dit is een maat, dat is erin. Dat is wel heel groot, een maat 40. Maar je ziet dat er zo'n heel veel. Ja, maar ik ben ook een maat 40. En hij is best wel
oversized. Dus je kan hem sowieso ook dragen als je wat groter bent. Maar dat betekent nog meer dat het de jaren 80 is, omdat de jaren 80 ook alles oversized was. Dus dat is heel duidelijk aan. Speciaal weer aan dat de cintuur nog aan zit. Dat heb ik niet veel meer. En ik denk dat dit, jij hebt het technisch gedaan, denk ik beter. Dat is een beetje zo. En misschien wel zeer surfer. Ja, ik denk een ingeperste nagel, die verlies je dus als je hem in de kast komt. Ja, okay. Want doordat het nat wordt, gaat de winkel eruit. Dus je kan eigenlijk beter niet strijken of in de bak en beter een stil blijven. Maar ik vind dat wel eens een tasje op zo'n winkel. Ik zit daar een hele tijd mee. Ja, het is een beetje zo. Dat kan. Dat is altijd een mening. Dus ja. Ja, heel erg. Ja. Vooral in de zomer, als je dit goed gedaan hebt, dan ligt aan de laptop. Ja, dat denk ik dus ook. Die gaat zo uit van. Je zo, zeg maar, die bestelt volgens mij de hele tijd al zo'n halen. Ja, dat is wel. Externe scherm. Externe scherm eraf, ja, dat kan er makkelijk voor. En je hebt een labels verhalen ook niks. Dus dat is gewoon een ding. Als je niet alle vijfde stapjes kan volgen, dan is het ook echt wel. Dat is toch niet. Als je daar nog een label in had, dan hadden we wel wat meer discussie. Ja, dat ja, precies. En ja, ik denk dat in die tijd ook het bepaalde merk heel streefbaar en dat eind jaar 80 al uitbracht. Precies. Dat op de uit de tijd iets later. Ik denk namelijk, ja, weet je niet. Dat is net een foto opgeladen. Ja. Het is toch een beetje. Ik wil hier alles van hebben, maar als je dit hebt, zit je dus niet op de manier. Ja. Ik kan het wel zien. Ik ben deze ook weer goed. Ja. Nee! Goed, joh. Ik ga goed. Ik ga gewoon door. Top. Dat is het leukste. Verschilt. Ik denk dat we.
Maar ook nog een keer gaan doen en dan weer als het gaat zien. Dat is heel lekker. Ja, nou, dank u wel.